en heren. Ik ben Enrico. Welkom bij Boer Zoekt Vrouw. Boer Jil, een goddelijk uitziende jongeman van 39 jaar is het alleen zijn zat. Hij mag vandaag uit maar liefst 4 kandidaten kiezen die allemaal van mannen houden. Ik denk dat we maar moeten beginnen met het voorstellen van de vrouwen. Mag ik een hartelijk applaus voor Maria? Welkom Maria. Zou jij jou heel kort kunnen voorstellen? Ik ben Maria. Ja, dat is heel kort. Ik zou zeggen, neem plaats. De volgende vrouw is Jacoba, net afgekikt van Gilles La Tourette. Kom eraan, Jacoba! Welkom bij Boer Zoekt Vrouw. Heb jij ook iets te vertellen? Hallo, ik ben Jacoba en ik heb 6 kinderen bij 11 man. Dat is indrukwekkende informatie, Jacoba. Ik zou zeggen, neem plaats. De volgende vrouw, Helena. Welkom, Helena. Hoe is het met jou? Je ziet er een klein beetje pips uit. Ik zou zeggen, neem gewoon plaats. En als laatste hebben wij wel een hele speciale kandidaat. Hij heeft zich maar liefst 46 keer opgegeven voor Boer Jil. Mag ik een daverend applaus voor Eugène? Jean, welkom bij Boer Zoekt Vrouw. Ik zou zeggen, neem plaats. Ik denk dat we gaan beginnen met het vragen stellen, onderling. Kijken wie de dames zijn, of er een vonk gaat overspringen tussen Boer Jil en de mooie vrouwen. Ja, en Eugène. Boer Jil, waarom heb jij je eigenlijk aangemeld voor dit programma? Ooit moet er een wiegje komen te staan, toch? Jil? Helena, zie jij jezelf als knappe landvrouw? Ja hoor, moet er ook plakken. Ja, is goed zo. Koeien, noemen we wel eens koeien, hè? Ja, die lopen regelmatig weg en wil hem op een bordje opgehangen van niet weglopen uit de wei. Koeien kunnen toch niet lezen? Ja, maar ik heb het ook met koeienletters geschreven. Ja. Hey, Maria, waarom heb jij eigenlijk op deze boer gereageerd? Ja, wie niet waar blijft waard? Daar zit wat in, hè? Boer Jil, ben jij getrouwd geweest? Of ik getrouwd ben geweest? Ja, of jij getrouwd bent geweest. Heb jij geen vrouw gehad? Mijn schoonouders konden geen kamer krijgen. Oké. Ja? Of Helena? Helena? Ben jij getrouwd geweest? Heb jij je man gelukkig gemaakt? Oh, ja, ik heb hem heel gelukkig gemaakt. Ik heb van hem een miljonair gemaakt. En wat was hij voordat hij mee opgehouden? Die weet van de vrouw te plukken. Jacoba, waarom zou jij nou de ideale vrouw zijn voor Boer Jil? Oh, ik ben heel lief en ik doe geen vlieg kwaad. Dan ben je niet snel genoeg. Boer Jil, ik ben misschien geen boer, maar ik heb wel kippen. Als je gaat te veel, mag ze allebei hebben. Lekker dommer, Maria. Ik zag laatst al het hooi middenin van het land naar de zijkant van het koelkast. Wat was dat? Nou, volgens het weerbericht kregen we regen en stil in het midden van het land. En toen heb ik alles naar de zijkant geplaatst. Moet ook allemaal gebeuren als boer zijnde. Ik ben eigenlijk benieuwd van Jacoba. Wat vind jij nou eigenlijk van de boerderij? Ik vind de dieren leuk. Ze kunnen niet praten, en als ze zeggen dat ze het wel kunnen, dan liegen ze het.
Maria, de volgende week kan je de geboorte van de kalf meemaken. Eerst komen de voorpoten, dan de kop, dan de schouders. Vervolgens komt het lijf en dan de achterpoten. Zou je dat mee willen maken? Geweldig! Maar wie zet hem dan in elkaar? Dat doe ik. Ik heb ook een vraag aan Helena. Zou jij met boer Jil kinderen willen krijgen? Met boer Jil kinderen krijgen? Ja. Ik denk niet dat dat zal lukken, want hij is een biologische boer. Die mag alleen schoffelen, niet spuiten. Maar boer Jil, hoeveel keer per week gaat er nou zo'n stier op? Gemiddeld een keer of niet per week, hè? Zie je wel. Mijn ex vond 4 à 5 keer per week. Al actueel. Maar ik laat hem nooit 2 keer op dezelfde koe los. Nou, het is net of dat ik het steeds op dezelfde koe los. Papa. Wat ben jij een lelijke boer. Zo. Ik heb het gevoel dat dat er niet gaat worden. Jacoba. Het is een boer. Hij heeft dieren, maar eet je ook wild. Ik eet ook wel eens wild, maar meestal heel rustig. Dat toch niet helemaal, heb ik het idee, maar dat maakt niet uit. Boer Jil, boeren hebben steeds grotere weilanden, steeds meer grond. Heb jij ook heel veel grond? Ik heb ontzettend veel grond. Als ik nu mijn perd rond mijn akker wil rijden, dan ben ik zeker 2 dagen onderweg. Dan heb jij zeker zo'n heel oud en kreupel paard, of niet? Daar zijn jouw woorden, Rikke. Boer Jil, wat doe je het volgend weekend eigenlijk? Volgend weekend, moet ik eens even nadenken. Dan ga ik naar zee, want Piet Paulus maakt aan voor het weekend mooi weer in zicht. Wat kunnen geile lullen zijn? En zijn mijn vader vroeger al, kijk maar dat mijn lullen de kost verdiende. En dan zei ik tegen mijn zus ook, maar die heeft een stuk makkelijker gehad dan ik. Henrico, het ruikt en het klimt langs de broek omhoog. Klimt langs de broek omhoog? Ik heb werkelijk geen idee. Nee, het ruikt en het diarree met heimwee. Ongelooflijk. Nou, we horen natuurlijk al heel vaak in het nieuws, gekke koeienziekte. Ik zou van Boer Jil wel eens willen horen van wat is nou eigenlijk die gekke koeienziekte? Nou, wij melken de koeien 2 keer daags en 1 keer per jaar van de koe naar de stier. Daar hoor ik dat je niet helemaal niet gek van, hè? Als ik 2 keer per dag met jouw diepte zou spullen en ik zou 1 keer per jaar een beurt geven, word ik ook hartstikke gek, maar die helft niet. De sfeer is hartstikke goed hier. Nou, Boer Jil, ik denk dat ondertussen genoeg vragen zijn gesteld. Ik neem aan dat je hier wel een keuze uit kan maken. Die gek uiteindelijk wij kunnen maken, maar dat is wel even echt de moeilijk. Want ik ben het alle 4 hartstikke leuke kandidaten. Als ik heel eerlijk moet zijn en mijn gevoel laat spreken, dan moet ik zeggen, Eugène, dat is niet helemaal mijn type. Dus die valt voor mij af. Op zo. Dan heb ik eigenlijk Helena, die vind ik een beetje irritant overkomen met dat gestolen, daar word ik helemaal gek van. Dus die kies ik ook niet. Jammer voor Helena. Dan blijven er uiteindelijk nog 2 over. Dat is Jacoba en Maria. En ik moet eerlijk zeggen. Jacoba die trekt mij wel, alleen als ze die op de een of andere manier nog een beetje recht kunnen krijgen, dan heb ik er best wel interesse in. Maar uiteindelijk is mijn keuze toch gevallen op Maria. Ja. Dames en heren, we hebben een koppeltje. Applaus voor Boer Jil en Maria. Jacoba, vind je het nou niet jammer dat jij niet uit bent gekozen? Ik denk dat je toch wel terug bij mij komt. Want net zei je nog, vind je het erg als ik met de buurvrouw naar bed ga? Ik zeg, nee hoor, kom ik mooi naar jou wonen. Heel duidelijk, dus Boer Jil mag van 2 walletjes plukken. Ja, doe ik ook. Kijk, dames en heren, dit was Boer Zoekt Vrouw voor deze middag. Ik denk dat wij een stapje verder gaan. De dames hebben iets leuks ingestudeerd.
Onder instrumentale begeleiding van Eugène zal er een hartstikke mooi snaar opgezet worden. Daar draait het natuurlijk allemaal om. We gaan even het podium vrijmaken. Ze hebben zich goed voorbereid, zie ik. Allemaal stickers geplakt waar ze moeten gaan staan. Heel spannend, de dames staan klaar. Zijn jullie er klaar voor, dames? Ik denk dat hij mag starten. Helena, Helena, waar ben je zonder zakdoek? Ik knap daar op arbeid, ik knap daar echt op arbeid. Helena, Helena, je hebt twee kwaliteiten. Je moet je benutten, ja je moet je echt benutten. Absoluut. Dat is gaarne. Kom er even bij.
en pak je kom aan het handje. Dan zorgen we een dagje over natuurlijk. En we maken een beetje plaats hier vooraan. Hofkebel, zijn jullie er klaar voor? Geef ze nogmaals een applaus. Daar gaan ze.